De Dutch Dream Awards werden voor de vierde keer uitgereikt in Utrecht aan de meest innoverende en diverse ondernemer van Nederland. De Dutch Dream Awards 2013 werden voor de vierde keer uitgereikt in Utrecht. De prijs is bedoeld om jong en innoverend talent aan te moedigen in hun droom van een succesvolle onderneming. Attila Aytekin, zelf succesvol ondernemer, bedacht deze prijs omdat hij als ondernemer ook beseft dat je soms een extra steun kan gebruiken bij het verwezenlijken van je ondernemersdroom. De presentatie was wederom in handen van Jort Kelder. Inmiddels al vierde jaar. Wat maakte dit jaar zo bijzonder? Ik denk ieder jaar komt het extraatje wat we dus zeg maar ook in onze eigen stichting waarnemen. We gaan toch een stapje naar onze eigen droom. En wat is dan? De Dutch Dream. Wat we eigenlijk willen promoten in Nederland is het ondernemerschap en ondernemende mindset. Is dat we het professionalisatiegedachte van kijk maar naar elkaars talenten en ambities en dromen. En geef dat gewoon stukken door. Dus de estafette gedachte wat we dus in ons programma hebben. We gaan nu de vierde jaar in, dus dat betekent, ja, groep wordt groter. Ik zeg altijd de vijver, de visjes, die nemen zich toe. En het is een heel mooi netwerk van het gunnen. Dat we op die manier mensen helpen verder te groeien met hun ambities, met passen. Maar zij geven ook iets terug aan de maatschappij. Dat is een beetje gedachte. En dat realiseren we ieder jaar dus meer. Mijn beste dream is dat Nederland top innovatie land nummer 1 van de wereld wordt. Dat kunnen we bereiken door veel beter gebruik te gaan maken van de talenten en passie van onze medewerkers. Mijn droom is dat Clean Company een bedrijf wordt dat over 10 jaar een begrip is in de Randstad. Je begint met een droom. Hè? Je hebt een droom voor de komende 5 jaar. Ik wil de grootste van Europa worden. Ik wilde mijn merk in alle landen overal terugzien. Maar naarmate je gecoacht wordt, dan ga je langzaam anders denken. Allereerst ga je in het begin een hele grote stap terug doen. En dan ga je naar je onderneming kijken. Want je zit er zo in dat je eigenlijk je onderneming niet meer objectief kan beoordelen. En dat is wat er is gebeurd. Maar verandert er ook ieder jaar iets? Of wat dan zie je een verandering in de ondernemers die zich aanmelden? Ja, dat klopt. Ons programma passen we ieder jaar aan de doelstellingen en ook de ambities van de groep. Dus dat betekent eerst 4 jaar geleden stonden 11 koppels bij elkaar en nu staan we 23 vandaag. Dat betekent toch een heel andere groep, andere coaches, andere ondernemers. En het is toch een heel ander proces. Dat betekent dus dat ook het programma, ik neem een voorbeeld, de thema's die vorig jaar kwamen, die populair zijn, die gaan door. Maar wat minder populair is, die gaan we wisselen voor een ander programma. Wethouder Corrie Lauwers van Rotterdam is volgend jaar ook coach van een jonge ondernemer. Waarom wilde u coach zijn? Omdat het zo belangrijk is dat we jonge ondernemers, waaronder die in Rotterdam, dat opkontje geven om groter te worden, sterker te worden. En je ziet toch dat je ervaring hebt, kennis hebt die van nut is voor zo'n jonge ondernemer. En wat denkt u, wat is belangrijk tegenwoordig bij het ondernemen? We leven nog steeds in crisistijd, ook al krabbelen we misschien een beetje vooruit. Maar wat denkt u, wat zijn de belangrijkste lessen om de nieuwe jonge ondernemers mee te geven? Nou, daar had ik het net over met Koert Beerman van Rabobank Rotterdam. Wij zeiden allebei, als je het spatten vanaf, die energie spatten vanaf, maar ook wel dat overeten, te snel, te veel willen en te weinig in stappen denken die ook morgen te doen zijn, waarmee je gewoon je bedrijf goed kan uitbouwen en personeel kan aannemen en je omzet kan vergroten. Dat gaat nooit in 1 dag. Daar heb je ietsje meer tijd voor nodig. Goed strategisch nadenken. Je netwerken goed inzetten. Je netwerken goed uitbreiden. Dat zijn wel allemaal hele logische stappen. En in de wereld van nu gaat het natuurlijk sneller dan ooit. Dus je moet nog doordachter te werk gaan. Het afgelopen jaar zijn dankzij het project Dare to Have a Dream van de stichting Dutch Dream Foundation 21 ondernemers met overwegend multiculturele achtergrond 1-op-1 gecoacht door topmanagers uit het Nederlandse bedrijfsleven. Dus, de winner is... Yes! Wat maakt het zo bijzonder dat zij de winnares was dit jaar? Ja, nou, de jury heb je net gehoord, denk ik. Die heeft heel erg duidelijk gezegd van...
Zij wil heel graag sociaal-commercieel ondernemen bij elkaar brengen. Nou, dat is ook onze droom van de stichting. Hè. Wij zeggen ook, we zijn een stichting, wij helpen alleen maar de MVO-gedachten versterken in Nederland. Waardoor wij ook niet alleen dit soort onderzoek doen, maar ook dat programma's en ook het onderzoek doen. Dus dat betekent sociale, culturele aspecten van mensen heel erg naar voren halen, zodat we van elkaar leren. Dat heeft zij ook. Zij heeft bijvoorbeeld een blinde restaurant. Waar de serveerders blinden zijn. En die zijn dus heel erg goed. Ik ben daar ook geweest. Ontzettend goede mensen. Maar ook de kwaliteit van de service is heel erg hoog. Nou, Sandra heeft het ook duidelijk van. Ja, ik wil niet alleen maar commercieel geld verdienen. Want dan moeten ze niet bij ons zijn als stichting. Wij helpen juist mensen die verder willen groeien. Met een dromen en andere mensen willen helpen. Zij komen ook aan de beurt. Hè. Dus ondernemers worden nu gekozen. Maar ze zijn de next generation leaders. Dan komen ze ook dus aan de beurt. Dat is ook heel mooi. Dat je zeg maar, op die manier generaties helpt verder groeien. Gefeliciteerd. Had je het verwacht? Nee, helemaal niet. Dus ontzettend blij. Beetje overvallen. Maar het is een prachtig mooi podium. Om het commercieel sociaal ondernemen een boost te geven in Nederland. Wat is de belangrijkste les die je van een coach heeft geleerd? De belangrijkste les is onder andere het loslaten en het goed delegeren van de operatie. Het mooie is dat CITES nu staat en ook draait, maar ook nog verder groeit zonder dat ik me er tegenaan moet bemoeien. Dat is natuurlijk prachtig, dat mensen ook gewoon door kunnen groeien. En van mijn grote droom die ik al had, commercieel sociaal ondernemen groot maken in Nederland. Ook echt die vertaling maken van een droom naar een visie, naar een business. Als u nou kijkt naar de jonge Rotterdamse ondernemers, ziet u daar trends of verschuivingen? Nou, een van de prachtige geneugten van de stad is dat die zo divers is. Dus je merkt dat zeker jonge ondernemers met groot gemak al hun talenten inzetten, waaronder ook diverse culturele achtergronden, weten te benutten om hun producten nog veel sneller in veel markten ook neer te kunnen zetten. En dat is prachtig om te zien. En daar moeten we eigenlijk nog veel meer van gebruiken. Daar willen we ook veel meer nog van zien. Ik ben heel erg blij dat in Rotterdam de verschillende clubjes die we hadden langs etnische lijnen, dat die gefuseerd zijn tot één grote organisatie. En ze borrelen ook nog heus wel eens een keertje onderling. Maar in Prio, voor ondernemers, internationale ondernemers in Rotterdam, het platform. En ik denk dat het een hele, hele goede zet is. Want je ziet toch dat ze veel aan elkaar hebben, juist over de scheidslijnen van de etniciteit heen. Oh.